Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en mijn oma wordt vandaag 97. Dus wij gaan naar mijn oma. Boah. Je bent traan. Boah. Ja. Dus we gaan naar mijn oma toe. Olivia is zichzelf lekker in slaap aan het zingen. Ik ben ook zo veel muziek. Ah. Ik zit weer in de auto terug. Heel veel mensen vragen altijd of ik een riemel heb in de auto. Dat heb ik, alleen ik heb heel vaak zo. Want als hij zo zit, vind ik het niet lekker zitten. Maar goed, Olivia ligt lekker te slapen. En ik ook al. En het is nu 4:30. En ik heb om 5:30 een afspraak. Dus ik ga zo even opfrissen thuis. Oké, ik heb me heel even snel opgefrist. Ik kom echt niet uit mijn woorden de laatste tijd. Het lijkt wel of ik steeds dommer word hoe ouder ik word. Maar goed, ik heb mij opgefrist. En ik heb dit shirt aangedaan van Naked. En mijn vintage Levi's. En mijn haar even gekamd. En ik zie een beetje bleek. Maar ik wil dus niet onder de zonnebank. Ik denk dat ik volgende week weer even een spraytan ga nemen. Want er is nog zo weinig zon geweest. Normaal zijn we best wel bruin al nu, maar het is gewoon, er is gewoon geen licht buiten. Dus ik pak even de fiets. En ik ga naar, dat heb ik helemaal niet verteld. Ik ga naar de winkel van American Vintage. Want daar doe ik een samenwerking mee voor Instagram. Dus ik moet even wat items uitzoeken voor die look. Die ga ik morgen posten. Tenminste, nee, morgen ga ik de foto maken. En donderdag komt de foto online. En je kan vouchers winnen voor American Vintage. En American Vintage is echt een super chill merk. Je hebt allemaal van die zachte basics. I love it. Dus ik ga daar even naartoe fietsen. En dan denk ik dat ik even naar kantoor ga daarna. Dat is misschien wel handig. Ja. Ik ben bij American Vintage aangekomen en ik heb echt zoveel kleren om te passen. Het is allemaal zo lekker, al die zachte oversized truien. Dit is het eerste dat ik aan heb. Ik vind alleen dat deze broek echt super breed maakt. Dus die broek gaat niet worden. Maar deze trui misschien wel. Oké, ja, ik pik die kleur niet helemaal op, maar ik vind deze trui zo mooi. Dit gaat hem sowieso worden. En dit is een soort van t-shirt, jurk, ook altijd heel chill. En een witte, hele zachte trainingsbroek. Dus ik denk dat ik lekker, dat is ook wel mijn stijl, gewoon lekker helemaal oversized dan. Dus. Ik ben weer lekker thuis en ik heb net gegeten. En Olivia is nog even aan het spelen. En ik ga even opruimen. En dan ga ik lekker naar boven. Opruimen. Opruimen. Want dat het wel chill is als ik alleen thuis ben, ruim ik altijd super veel op. Omdat ik toch voor de rest niks te doen heb s'avonds. En ik doe ook altijd minder bestellen toch. Tenminste, ik probeer minder te bestellen nu ook, nu ik alleen thuis ben. En met Olivia samen te eten. Dus dat heb ik nu net weer gedaan. Alleen Olivia, voor diegenen die kinderen hebben. Olivia is nu 14 maanden. Nou, daar komt ze aan. Hey, is dit jouw kar? Kom je lekker tegen mama's benen aan staan? Nee? Kaas? Zeg eens kaas. Wil je kaas? Kijk, ik heb hier lekker oude kaas. Lekker. Maar goed, Olivia is helemaal onder het eten, aangezien ze met haar handen wil eten. En ik vroeg me af wie dat ook heeft. Ik lig lekker in bed met felle thee al echt van mijn laptop op mijn gezicht. En ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Good morning, het is vandaag woensdagochtend. En ik ben vandaag heel vrolijk, zonder reden. Ik heb Olivia naar de crèche gebracht en het is nu 9:30. En ik wil naar kantoor. Maar ik zit lekker even in bed werken. Ik moet even wat e-mails doen en dan ga ik zo douchen. En dan moet ik 2 gesponsorde Instagram posts maken. Ja. En dan ga ik tennissen. En dan ga ik, wat ga ik dan doen? Ik heb daar nog een afspraak staan. Ik weet niet met wie eigenlijk. En dan vanavond ga ik naar een Louis Vuitton event. Dus dat is wel gezellig. Ik ga even met Claire. En that's it. Morgen is de boeklancering van Mo. Daar heb ik ook heel veel zin in. Ik vind het echt zo cool dat ze dat doet. En ik heb heel veel zin om haar boek te lezen. Ik vind boeken sowieso leuk. Lekker plaatjes kijken en zo. En ik heb haar boek al wel gezien, maar ik had nog niet zoveel tijd om het helemaal door te lezen. Dus dat ga ik natuurlijk doen. En waarschijnlijk hebben heel veel van jullie hem ook al gekocht of besteld. Je kan hem al, volgens mij al bestellen. Ik zal even hieronder een linkje posten naar
waar je haar boek kan bestellen. Want dat is natuurlijk super leuk. Dus dat is morgen. En ja. Dat is alles wat ik te vertellen heb. Ik ga verder werken. Ik zie er echt niet uit trouwens. Maar ja. Niks aan te doen. Ik heb een heel mooi bad voor mezelf gemaakt. Maar dit wordt een Instagram foto. Dus to be continued. Trouwens, het is bijna weer moederdag. En dit jaar is de tweede moederdag voor mij. Vorig jaar weet ik nog wel dat ik echt zo super super moe was. Want toen was Olivia 2 maanden. Toen gaf ik terug fulltime borstvoeding. En ik weet nog dat ik die dag doodmoe was. Sander had mij volgens mij laten slapen. En die had toen ontbijt op bed gebracht. En ik had mijn Louis Vuitton-tas gekregen. Maar moederdag is heel vaak samen met mijn verjaardag. Dus ik ben 13 mei jarig. En moederdag is dan 14 mei dit jaar. Dus ja, ik ben benieuwd wat ik dit jaar ga doen. Gewoon met Olivia knuffelen sowieso. En ik moet eigenlijk ook iets voor mijn eigen moeder natuurlijk kopen. Want die heb ik gelukkig ook. En ik wilde met jullie delen dat Nivea een hele leuke actie heeft voor moederdag. Je kan namelijk de Shower Mousse Gel kopen. Dat is deze, de Silk Mousse. Die heb ik zelf ook. Ik heb er een paar van op voorraad. En dan krijg je er een stift bij. En dan kan je een persoonlijke boodschap voor je moeder erop schrijven. Dus dat ga ik sowieso ook doen. En deze is dus super zacht voor je huid. Want het is de Silk. Het is het zachtste doucheproduct dat Nivea heeft. En wat wel goed is om te weten. Het is een exclusieve actie dus van de Kruidvat. Hij kost €3,99. Dus het is voor iedereen wel haalbaar om dat voor zijn moeder te kopen. En hij is er van 8 tot 14 mei. Kan je hem kopen. Dus ik dacht, dat is een leuke tip. Dit is wel een samenwerking met Nivea. Maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik ben op de tennisbaan aangekomen. Ik ga met Esmee tennissen. Ik ga met Modus op tennis. Alleen op woensdag tennis Bibi en Sander altijd met z'n tweeën. Ik zit lekker te knijpen. Alleen die zijn in Hongkong. Dus Sander had gezegd, wil je mijn les overnemen? Dus ik ben lekker in het groen. Oh, ik ben thuis. En ik heb Olivia gehaald. Dat is ook wel heel grappig, hè? Kom je naar mij toe gelopen? Ga je even ergens anders nog heen? Ben je toch altijd lekker luidruchtig? Dat zijn al je vieze kleren van de crash. Allemaal vies. Moet mama wassen. Mama moet jou ook wassen, want jij bent heel vies. Ja. Ga je naar de wasseretten? Ga je naar de wasseretten toe? Ja! Ja? Wat zit je te lachen? En er is een pakket binnen. Een cadeau. From me to me. Het is een echte basic, maar ik ben er wel heel blij mee. Zo ziet het eruit. Een roze kaartje. En dat papier maakt altijd zo'n heerlijk geluid. En dan de Gucci-doos. Ik ben benieuwd of ik ze pas, maar ik denk het wel. Lekker geluid is dat, hè, Olivia? En dit zijn ze. Mijn Gucci-overs. Ik heb gewoon zwart even gekocht. Zonder hiel. Die ik gewoon elke ochtend crash, live, overal aan kan doen. Want ik haat het om moeilijke schoenen te hebben die moeilijk aangaan. Dus ik heb lekker deze gekocht. Ik ben mijn kast aan het opruimen en ik had net ineens zo'n goed idee. Ik wil namelijk mijn kast veranderen. Kijk, ik heb dus hier mijn jassen, mijn jasjes en truien. En ik wil dus dit hele blok wil ik weghalen. Dat dit zeg maar gewoon één hele grote hang wordt. En dan ook onder één grote hang. En dan misschien dat ik het hier, dit wel laat, dit ladenblok. En dan wil ik hier ook gewoon één grote hang van maken aan die kanten. En ik had het idee, hoe leuk zou het zijn? Ik weet niet eens of dat bestaat. Als ik panterprint tapijt zou hebben in mijn kast. Dat zou zo vet zijn. Als jullie weten waar je dat hebt, stuur me dan even een link. Of laat het even in de comments achter. En ik heb mijn chill outfit lekker aan. Dus ik ga even lekker snel opruimen nu. Ik lig lekker in bed. En mijn vlogcamera gaat het van donker naar licht. Ik snap niet helemaal waarom. Maar goed, ik zie jullie morgenochtend. Ik ga naar bed. Dat was het weer voor vandaag. Good morning, het is vandaag. Oh, vandaag is het donderdag. En het is ochtend, ik ben net thuis. Ik ben net bij een sessie weer geweest voor die paniekaanvallen. En ik ben daarna altijd echt super moe, dus nu ook. Maar ik ga even snel mijn haar borstelen. Ik heb echt al de hele week epische bad hair days.
En dan ga ik naar de boeklancering van Mo. Dus daar heb ik wel echt super veel zin in. Ik vind het echt heel leuk voor haar. En ik ben gewoon heel benieuwd naar het boek ook. En ik vind het leuk om even alle meiden te zien. Super gezellig. En ik denk dat ik trouwens maar mijn haar gewoon vast ga doen. Zo verschrikkelijk dat het zit. Ja. Dit zit. En daarna ga ik gewoon werken. Dus geen boeiende dag vandaag. Tenminste, behalve dan de boeklancering. Dat is super leuk. Sorry, ik ben helemaal uitgeput. En ik moet me even omkleden. En dan ga ik daarheen. Dus ik zie jullie zo. Sorry, ik ben echt onzin aan het praten. Ik ben in de auto onderweg naar Mo. Dus ik wilde eerder gaan. Het duurt allemaal super lang. Ik ben aangekomen. Ja, ik wil met Sanne. En. Mensen hadden dus gezegd dat jij ook moest gaan vloggen. Nou, laten we dat maar niet doen. Nee. Helaas. Geen succes gehad. Kay, die kunnen wel een keer een leuke video maken samen. Maar Kay gaat niet vloggen. En Claire ook niet. Vanavond dat Claire gaat vloggen, maar die wil ook niet, hè? Ik wil best voor 1 mieler leven, maar praten. Ja, Kay gaat 1 mieler, hè? Oké. Maar volgens mij heb ik echt al in elke vlog vertel ik op het moment dat jij in het circus hebt gezeten. Mensen denken echt, wat een what's going on? Bijzondere vriendin heb je daar. Ja. Ja, ik kunnen wel iets doen zo bij 20.000 abonnees op Game. Applaus echt. Als ik 100k heb, ga ik Game. Applaus echt. Dat is hier trouwens heel mooi. Ik zou het uitzicht zo filmen. We hebben in het begin nog wel eens discussies gehad. En ze is heel eigenwijs. Maar goed ook. Maar ontzettend trots op je, Monica. Echt respect voor je ook. Je weet hoe genadeloos ik kan zijn in mijn feedback, niet alleen naar jou, maar naar iedereen. En je bent toch iemand bij ons voor wie ik echt veel respect heb. Je haalt echt alles eruit wat erin zit. Dus het is niet alleen dat ik respect heb voor jou als persoon, maar ook als onderneemster. Je werkt ongelooflijk hard. Ik heb er bewondering voor, het is inspirerend. En ik ben enorm vereerd dat ik hier nu mag staan, dat je zo ver bent gekomen. Ik wil je vragen om naast me te komen te staan. Nog een paar vraagjes. Je hebt al iedereen verteld in interviews waarom je het boek hebt geschreven. Ik zou je toch nog één keer willen vragen om kort uit te leggen waarom. Nou, ik vond ten eerste, was ik altijd heel geïnteresseerd in journalistiek en lijkt het. Ja, sinds ik een enigszins bereik op heb gebouwd via mijn YouTube-kanaal, leek het me heel erg leuk om daar weer informatie in het boek over te schrijven en daar wellicht andere mensen mee te kunnen helpen of te kunnen inspireren. Hoop ik. Ik moet wel even aanmerken, je houdt je mic vast als een rapper. Yo, yo. Een vraagje. Dit is je deed vlog, je deelt je leven heel kwetsbaar met heel veel mensen die jou volgen. En die kwetsbaarheid die verbindt, want ze herkennen zich in jou. Het is een hele grote groep die geen televisie kijkt. Omdat ze daar niet die eerlijkheid, niet die kwetsbaarheid halen die ze wel halen bij jouw vlogs. Dit is een nieuwe fase in je leven, een nieuw ding, een boek. Heb je nog meer ambities naast het boek? Zeer zeker. Ik ben erachter gekomen dat ik dingen met social media ontzettend leuk vind om te doen en ermee bezig te zijn. En ik denk dat ik nu wel mag zeggen dat ik daar ook enige kennis van heb. En soms kan ik me best wel irriteren aan bepaalde bedrijven die hun social media bijvoorbeeld niet op orde hebben. Dus het lijkt mij heel leuk om in de toekomst bijvoorbeeld seminars daarover te kunnen geven aan bedrijven. Seminars aan bedrijven voor campagnes op social media. En televisie, want er is een kloof tussen YouTube en televisie. Ik bedoel, het lijkt wel alsof iedereen die Boer Zoekt Vrouw kijkt, niet op YouTube zit. En iedereen die op YouTube zit, niet naar Boer Zoekt Vrouw kijkt. Dat is een enorme kloof. Heb je daar ook ambities in, televisie? Nou, dat is meer eigenlijk. Ik merk heel vaak dat als die vraag wordt gesteld, dat mensen dat doen alsof televisie boven YouTube staat, of dat wellicht een opstapje zou kunnen zijn.
En zo zie ik het dan weer niet. Ik heb alleen wel zoiets van, het lijkt me heel leuk om dingen op filmpjes te doen. Mits ik daar zelf achter sta, dat zelf heel leuk te doen. Want ik merk gewoon nu dat er een kloof is. Het lijkt me heel leuk om dat op een manier te kunnen overbruggen. Maar daardoor wel nog steeds heel dicht en de echtheid van YouTube te blijven staan. Dus je wilt de brug staan tussen YouTube en televisie. Het zijn hele mooie ambities. Ik ga je proberen daarbij bij te staan. En ik ben nogmaals ontzettend trots op je. Ik spreek vanuit mijn hart. Ik heb respect voor je, voor hoe hard je werkt. En ik weet zeker dat je, als je dat dan niet bent, gewoon een icoon wordt in Nederland. Waarin heel veel meisjes zich kunnen optrekken. Je kunt heel veel meisjes, maar ook jongens, mannen, volwassenen, iedereen inspireren met hoe je te werk gaat. En ik ben heel erg vereerd om jouw eerste exemplaar over te dragen van het boek. Ik heb het niet gelezen, maar je moeder ook niet. Die is hier aanwezig. Ik heb net je moeder gesproken. Ze zegt dat je niet echt makkelijk praat over alle dingen die je doet. Nou mama, hier is het boek. Ik zou zeggen, koop het. Als je aandacht hebt. Je krijgt straks een gesigneerde versie van je dochter. Ik wil dat doen onder een luid applaus. My Way, Monica Geuze. Iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan het boek en hoe het uiteindelijk tot stand is gekomen. Ik ben er heel erg trots op en heel blij dat het uiteindelijk zover is gekomen. Dat ik mijn eigen boek heb en dit is een van de eerste dingen waar ik zo best wel trots voor ben. Hoe zwaai je naar papa en Bibi? Hoe zwaai je? Hoe zwaai je? Doe dat zwaai. Doe eens zwaaien naar papa en Bibi. Hallo. Hi. 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 Wat was dat? Hi-ha. 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 Dat is. Hi-ha. 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 We interrupt our program to bring you this important message. Hey! Hallo. Wij breken even in de vlog om te vertellen hoe het met ons gaat in Hongkong. Zowel voor Noor als Olivia, als wel voor alle lieve vervolgers van Queen of Jetlags. We zijn aangekomen. Dit is het uitzicht van onze hotelkamer. We hebben echt heel erg geluk gehad. Ja. En gisteren hebben we echt iets heel bijzonders gezien. Dat heet de Symphony of Light. En dat is basically dat ze de skyline van Hongkong gebruiken als... een soort van lichtshow, decor-achtig. En daar aan die kant is zeg maar een deel van China, daar. Dat is de mainland China, heet dat. En wij zitten op Hongkong Island. Wij zitten op Hongkong Island. En dan aan deze kant is altijd de... lichtshow. En toen zijn we gisteravond hebben met de pont. Die zie je daar. Ook. Ja, pontje gaat daar. En toen zijn we met de pont naar de overkant gegaan. En toen hebben we daar gekeken. En dat was echt heel gaaf. Dat was heel vet, allemaal lasers en zo. Ergens zullen we hier even een klein filmpje doen? Ja. Hey, dus we zijn nu in een van de vele malls in Hongkong. Hongkong is echt shopping paradise. Ja, dat is echt niet normaal. Vertel. Er zijn echt van 6 malls waar we echt super veel winkels zijn. En we zijn nu in eentje die is heel dicht bij ons hotel. En daar zijn ze ook gewoon super groot en allemaal echt. We zijn er maar één geweest, die had echt 12 verdiepingen of zo. Er waren echt de raarste winkels. Dus nu zijn we hier. En dat is ook heel leuk. Deze mall heet de ICT Mall, dat is International. IFC. Oh, IFC, kijk hier. Bibi die weet het alweer beter dan ik. ICT Mall, ik ben natuurlijk een oude man. En dat is het International Financial Center, dat is aan de haven. Dus als je hier naar buiten kijkt, kan ik wel even laten zien, dat is wel leuk. Dan zie je een heel groot stuk van Hongkong. We lopen nu even voor de lol door de Apple Store. Die ziet er ook echt heel dope uit. Kijk, ik weet niet of je een beetje kan zien, het is vandaag niet heel mooi weer.
Maar zie je, maar alles is op loopafstand, hè, in Hongkong. Dat maakt het ook wel echt super chill. Ja. Kijk, je neemt hier heel vaak zo'n de pont, want daar zie je dus de Victoria Harbor. Oké, waar is dat? Kan je laten zien? Oh ja, dat klopt. En aan de andere kant heb je ook, dat is mainland China, maar daar heb je dus ook allerlei shopping mogelijkheden. Ja. Maar morgen gaan we niet shoppen, maar gaan we een hele religieuze belevenis hebben. Ja. Want dan gaan we naar de? Hele grote Boeddha. De hele grote Boeddha, boven op de berg, vlakbij Hongkong. Ja. Die staat er sinds een jaartje of 30 en is een van de 5 belangrijkste boeddhistische punten van China. Dus je kan hier eigenlijk van alles doen, ja, hè? Ja. En dan dus dan gaan we zaterdag dan naar Shenzhen. Ja. En dan komen we zondag weer terug en dan gaan we denk ik wel een beetje shoppen. Oh, oké. Okay. Nou, gaan we. Ja, we hadden het afgesproken. Hoe heet dat geld hier waar je mee betaalt? Hongkong dollar. Hongkong dollar. En hoeveel is het ongeveer? Dat 1000 is 100. 1000 is 100 en 100 is 10. Ongeveer, iets meer, 12. Ja. Kijk, en wat we nu hebben gedaan, we hebben het heel goed besteed vandaag. Dit is Azië's meest coole cupcake en dat heet 12 Cupcakes. Ja, hebben we er zin in? Leuk uit. Ja toch? In Hongkong is het best wel vaak een beetje regenachtig weer. En daar kan je misschien van buiten, als je dan zeg maar kijkt van of je er naartoe wilt, door afgeschrikt worden. Maar bijna alle trottoirs die zijn hier... Boven en overdekt. Nee, die zijn overdekt. Dus dat is best bizar. Dus iedereen die loopt hier, maar in een hele grote overdekte... een soort van hallways. Hoe noem je dat? Ja, lange gangen eigenlijk, ja. Overdekte gangen. En die gaan echt overal kriskras door de stad. Dus de kans dat je nat wordt als het regent... Heel klein. Is echt... Heel klein. En Bibi en ik hebben ook een missie vandaag. Want we willen namelijk naar het hoogste punt van Hongkong. Tenminste, het hoogste door mensen gebouwde punt. Ja. En ik laat hem aan je zien. Die is namelijk... Daar. Ja. En zoals je nu kan zien, is het hoogste punt is in de wolken. Dus dat vinden we echt. Gaan wij weer naartoe. Dus we zijn nu uiteindelijk met de metro naar de andere kant. Ja. Die eerste dag dat we hier waren, toen liepen we over straat en toen zeiden we tegen elkaar, er loopt helemaal niemand op straat. Maar de laatste 24 uur kwamen we erachter dat alles in Hongkong bevindt zich eigenlijk onder de grond. Of boven. Op boven de grond. Maar de straatkennis niet. Dit is sowieso echt de langste metro die ik ooit in mijn hele leven gezien heb. Het is echt bizar. Maar we doen maar één stop, want we zijn dus onderweg naar haar. De Ritz Carlton. Dat is een heel groot gebouw en dan gaan we dus helemaal naar de top. Oh my god, kijk. Oké. Okay. Nu gaan we dus. Oké. Okay. Luister, maar je moet daar even kijken, dat is echt bizar. Kijk. 40 meter, 50 meter. We zitten nu op 100 meter hoog. 100 meter. Oh. Oh my god, mijn oren. 欢迎光临游戏红基地产发展的KTE版。我们将在60秒内。Oh my god, this is so enorm. Nou zijn we gewoon, luister Bibi, we zijn nu gewoon 393 meter in de lucht. In een gebouw, dat is echt zo insane. Oh my god, dit is zo hoog. Right? Yeah. Whoa. Woo. Oh my god. Oh my god. Bibi. Wow. Dit is echt niet normaal. Zien jullie dat? Hoe hoog dit is? 400 meter in de lucht. Je kijkt echt over alles heen. Dat is echt, ja, echt een serieus. Een soort van achtergrondmuziekje. Vet, hè? Ja. Maar dit is een serieuze kikken ervaring. Slippertje. Oh, echt prachtig. Wauw. Oh, daar kan je echt de zee zien. Oh, dit is echt insane, hè, jongens. Dat is wel echt een leuke foto. We moeten even FaceTime met Noor. Ja, gaan we nu doen. Ja.
Alright, kijk. We moeten heel eventjes deze... dit gestoorde uitzicht laten zien. Hi. Hi. We're back. Het is 7:15. Ja, het is donderdagavond. We hebben net echt een hele lekkere Hongkong massage gehad. Ja, dat is echt... echt heel lekker. Echt heel lekker. En we zitten nu op de ferry. Ja, dat is wel echt de manier om naar de andere kant te gaan. Absoluut, dat kost 4 Hongkong dollar, dus dat is 50 cent. Ja. Zelfs een beetje minder. En kijk nou, ik bedoel, die view is toch echt de beste manier om op die stad te ontdekken. Lijkt wel niet echt. Ik denk dat mensen echt denken, ja. Oké, dit is gewoon een fotootje. Ja. Ze hebben het er gewoon ingeshopt. Maar ja. Het is echt waar. We gaan nu naar de andere kant. Een beetje rondkijken, een beetje dingen doen. En dan gaan we eten. Ja. We hebben zin in. Ik moet nog één keer uitzicht laten zien. Ja. En het is helemaal echt. Hi. Wij zijn aan het eten bij BLT. Ik zeg elke keer BTL. BLT, dat is bun, lettuce, tomato. Oh ja. Yeah. Toch? Ja. En bacon, lettuce, tomato. Wat zeg ik nou? BLT betekent bacon, lettuce, tomato. Goedemorgen allemaal. Hi. Het is vrijdag. Het zit al bijna op, Bibi. Gaat dat snel, hè, zo'n week? Ja. Morgen gaan we naar Shenzhen in China. Dat is wel heel spannend. Mm-hmm. Hongkong is natuurlijk ook China, maar is een natuurlijk heel lang een Britse kolonie geweest. Dus veel westers, veel meer westers dan waar we zo meteen naartoe gaan. Vandaag gaan we naar de grote Boeddha. Ja. En dat vinden we allebei heel spannend. Ja. We gaan eerst met de trein. Het is een hele grote reis. Echt. Het is een grote reis, 2 uur. We gaan eerst met de trein en dan gaan we met de taxi omhoog. Door de bergen. Het wordt mooi weer vandaag. Kijk, laten zien. Ja, best wel oké. Best wel oké. Het gaat in ieder geval niet meer regenen. Dat is wel chill, hè, toch, Huub? Ja. Alright. 2 uur. Gaan jullie mee? Doei. Hey iedereen. Nou, wij zijn onderweg naar de grote Boeddha, boven op de berg. We zijn met de metro net geweest en dat was super chill. Het ging echt super snel. Dus ja, ging echt snel. We gaan weer tot door de berg. Dus je oren helemaal dicht. Maar het ziet er zo mooi uit. Ja, het uitzicht is echt bizar, hè? Ja. Echt ongelooflijk. Laat maar eens zien. Alright, Beepster, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dit is wel echt een serieuze climb. Ja. Ik geloof 500 stappen gaan we nemen. Maar ja, goed, kijk. Kijk nou hier. Ja, echt. Vet, hè? Oké. Laten we daar even een foto van maken. Wauw. Gaat het nog? Best wel heftig, hè? Er is een museum. Daar binnen. Super indrukwekkend. We gingen net het museum in. Dat is in de Boeddha zelf. Ja, zeg maar het fundament van de Boeddha. We lopen er nu omheen. Die is ja, zo groot. Dat is zo echt onmetelijk. Ik wil even laten zien. Hier is de achterkant. Maar we lopen even naar de voorkant. En het uitzicht is echt, ja. Nou ja, we gaan niet liegen. Dit was echt een hele bijzondere ervaring. Het is een van de 5 belangrijkste boeddhistische plekken in China. Ja, en gewoon dat idee dat je zo'n lange trap op gaat om zo'n creatie te ontmoeten, dat creëert al een soort ontzag.
En daarboven was heel bijzonder, hè? Ja, bananen. Ja, ja, ja. Wat vond jij ervan? Echt, echt heel mooi. Oké. Ja, je moet hier echt, echt heen gaan. Nou, we dalen langzaam weer af naar de mensen. Ja. Een weg van het spirituele. We gaan vanmiddag maar even iets anders doen. Ja. Doei. Nou, ik had net even een beetje water over me heen gegooid. Het is hier zo warm. Echt. Echt heel erg. Oké, in de achtergrond, als je goed luistert, hoor je de boeddhistische monken, of de boeddhistische monniken, hun dagelijkse chant lessen hebben. Dus ze hebben les over hoe ze dat moeten doen. En dat is wel heel bijzonder dat wij hier bij mogen zijn, dat we dat mogen horen. Misschien kunnen we een heel klein stukje stiekem in ieder geval ervan laten horen. Maar ja, ze zijn in principe wel een soort van tegen fotografie. Ja. Ja, je hoort ze. Maar je hoort ze dus niet op de achtergrond. Dat moet ik maar heel zachtjes zijn. Dat is wel heel bijzonder. Water over de Boeddha. Ja. Kind of bizar, hè, dat die hier gewoon rondlopen. Hey. Ik vond het een drukke dag. Go. We hebben heel veel gedaan. We hebben sowieso elke dag 10 kilometer gelopen de afgelopen paar dagen. Normaal. Dat is wel kicken met de app van die... gezondheid. Van die iPhone, ja. Om te zien wat je beweging was. Maar het was super cool. We gaan nu de zogenaamde reisvlog van Bibi en Sander afsluiten. Ja. Woensdag. Dan doen we een heel klein rapportje over hoe China zelf is. Want morgen gaan we naar Shenzhen. Ja. Dus daar gaan we je ook eventjes mee naartoe nemen. Ja. Doei! Ik ben weer thuis van de boeklancering van Mo en het was super leuk en gezellig en ik ben super trots op Mo. Ik zal jullie straks nog even snel een stukje van het boek laten zien. Maar ik ben nu met Olivia aan het eten. Baby Olivia wil niet meer gevoerd worden. Oh ja, ik heb trouwens een shirt van en nog wat andere leuke kleren van Amber gehad van LA Sisters. En dit shirt zit echt zo perfect qua maat. Ik vind hem echt mega chill. Ik heb een M, want ik hou niet zo van strakke kleding, maar ik vind hem echt heel erg leuk. Maar goed, Olivia wil niet meer gevoerd worden. Dus zie hier het resultaat. Ik zie echt, dit gaat echt, ik ga alleen maar schoonmaken de rest van de avond. Uh-oh. Hap. Nou, ik... Dit is wat kinderen doen. Ik vind het echt zo moeilijk. Doe maar lekker een hap. Doe maar hap, Olivia. Je hebt toch honger? Doe maar hap. Goed zo. Is dat lekker? Nog een beetje misschien? Ja. Ja? Lekker nog wat meer eten. Doe maar een mooi hapje voor jezelf maken. Goed zo. Dat kan ook zo. Op zich is het wel handiger om het met de lepel te doen, maar goed. Ja. Klaar? Zo. Dat is de techniek. Goed zo. Ik lig even lekker in bed. En ik moet de vlog natuurlijk nog afsluiten voor deze week. Maar ik heb één superleuke mededeling. Tenminste, ik denk dat jullie het heel leuk gaan vinden. Want ik ga met Claire, Kay en Vivian een closet sale doen in Amsterdam. En ik heb natuurlijk mijn Instagram account, Queen of Closet Sales. Dus best wel veel van jullie volgen die. Ik zal daar trouwens ook nog even posten. Maar we gaan een closet sale doen in Amsterdam op zaterdag 27 mei van 1 tot 4. Dus als je kan, schrijf nu alvast in je agenda. En in het Pillows Hotel in Amsterdam. En we hebben een Facebook event ervoor aangemaakt, dus mocht je gaan met vriendinnen, meld jullie dan allemaal even aan. Ik zal een link naar het event hieronder posten. En ik ga echt
honderden kledingstukken verkopen. Echt, echt heel veel. Ik ga een heel groot deel van mijn kast wegdoen. En ik heb beneden in Olivia's kamer ook nog een hele kast vol met kleding. En op kantoor heb ik, nou ja, kasten vol met kleding. En dat ga ik allemaal verkopen. Ook niet voor hele hoge prijzen. Dus ik denk dat heel veel het wel leuk vinden om er naartoe te komen. Dus meld je aan. En dat wilde ik nog even kwijt in deze vlog. Heel erg bedankt voor het kijken allemaal. Als je niet gesubscribed bent, doe het dan hieronder. Hier ergens naast, wherever. Dat zou ik heel leuk vinden. Als ik 50.000 abonnees heb, ga ik weer een maand elke dag vloggen. Het wordt echt een hele challenge. En dat is weer bijna zover. Ja, dus dat. Dat zou ook wel leuk zijn, want ik ben nu bijna een jaar aan het vloggen. En dat ik dan na een jaar de 50.000 abonnees heb, is wel een mooie mijlpaal. Dus dat. Anywho, bedankt voor het kijken. Tot woensdag.